Bijna anderhalf uur duurde het gesprek over de vraag wie er nou uiteindelijk over de politie gaat. En concreet, wat wil Leers nog doen voor de vluchteling Rafik Naibzai? Eén ding werd duidelijk, de boodschap van Leers lijkt te zijn. Niet meer rollenbollend over straat bij dit soort voor de CDA-minister hoofdpijndossiers. En dus is de uitkomst, we gaan het allemaal nog eens opschrijven. Over de juridische context heb ik, zoals ik net al zei, komt nog na de rapportage van hoe zit het nou in elkaar en hoe geven we dat met elkaar vorm hier bestuurlijk in dit land. Op basis van de wet, en wij baseren ons natuurlijk allemaal op de wet, ten aanzien van het hele specifieke geval. Daarvan heeft de minister gezegd dat meneer de weg vrijstaat naar het Europees Hof voor de rechten van de mens. Maar die mogelijkheid had hij sowieso al, dus daar zit eigenlijk geen beweging in dat dossier. Maar u legt als burgemeester de wet uit en de minister heeft dat ook duidelijk gedaan. Daar was een verschil van mening, maar bent u daar nou uitgekomen? Door te zeggen, laten we dat nu eens netjes op papier schrijven, zoals het in elkaar steekt. Maar daar is toch wetgeving voor, daar ging het conflict toch over. De minister zei, ik ga over de politie. Nee, zegt de burgemeester in een aantal gevallen, ik ga daarover. Artikel 12 van de politiewet gaat over de bevoegdheid van de burgemeester. Dan gaan we nu naar het ANP. Kortaf en lichtelijk geïrriteerd de burgemeester. Geen duidelijkheid over de bevoegdheden van de politie en vooral geen enkele beweging in het dossier van de Afghaanse asielzoeker.